Gaan we snel verder met de volgende. Mark. Een applaus voor Hans Schravenzander. Zijn er twee? Eén is, ja, loopt heel triest af allemaal. Het gaat natuurlijk over de liefde. Ik had het eigenlijk al een beetje beloofd. Ik moet alleen mijn bril even opzetten voor ik kan beginnen, want anders dan wordt het niks. En die heet, dat kunt u zich voorstellen dan, van een koude kermis thuisgekomen. Hij had vergeefs getracht een band te smeden en in gedachten zich van alles voorgesteld. Maar zij bleef nuchter en afhoudend. Een tweede afspraak had ze afgebeld. Ook toen hij haar tenslotte wilde spreken over verlangen en een slapeloze nacht, gaf zij niet toe en was hij stil vertrokken. Het was duidelijk, al klonk haar stem ook zacht. Laat thuisgekomen in zijn koude woning, dronk hij nog snel wat opgewarmde thee en zocht daarna met spijtgevoel zijn bed op. Zijn afgang en zijn zelfhaat nam hij mee. Hij trok het koude dekbed om zich heen. Zo moest het, overdenken had geen zin. En sliep, zichzelf omhelzend, treurend in. Dat kon niet anders, want hij was alleen. Maar moet het toch een beetje ook in de sfeer van de humor komen. En dan heb ik een gedicht, en dat is een ervaring die ik heb gehad. 3 dagen bloemkool heeft het geduurd. En dat u het weet. Alweer geruime tijd als single is elke koop een avontuur. Al is het herfst weer nog zo guur, ik ga met vreugde naar de winkel. Gezondheid staat op nummer 1, dus groente is van groot belang. En daar ik kwaliteit verlang, spoed ik mijn flux naar Digros heen. Wat tref ik daar, wat ziet mijn oog? Een vak met per stuk voor 80 eurocent. Ik richt mijn blik vol dank omhoog. Als ik een arme sloeber was, had ik het wel geweten. Nooit had ik ooit voor weinig geld zo'n kanjer kunnen eten. Een knaap is het en hagelwit. Toch is er iets waar ik mee zit. Want hoeveel keer vul ik mijn maag, wordt zo het eten niet een plaag. Wie zou ik voor de maaltijd noden? Wie kan ik listiglijk bespelen samen met mij die kool te delen? Gij goden, noem mij de methode. Had ik dat maar bij tijds bedacht. Helaas, mijn gasten bleven uit, want niemand kwam tot het besluit mij te ontlasten van die vracht. Dus restte mij niets anders meer dan zelf de koolsoldaat te maken. Eerst wilden ze me nog wel smaken. Vervolgens bij de tweede keer dat ik mijn bordje weer ging vullen, viel er al minder van te smullen. En op de derde dag bedacht ik, o nare bloemkool, jou veracht ik. Waarom geen kleinere exemplaren voor een nog lager prijs misschien? Dan willen ze ook veel sneller garen. Zo'n grote wil ik nooit meer zien. Nee.